studenten, 25 jaar, knap en slank, blond en met vader complex. Zoekt kennismaking met liefst oudere man, gebonden geen bezwaar. Br, o, nr, 1, 5, 5, 2, Beste studenten, lieve studenten, graag wil ik, een 42-jarige jonge man, jeugdige man, proberen jouw vadercomplex om te toveren in een diepgaande, maar speelse relatie. Het lijkt mij ontzettend gezellig jou te ontmoeten. Ik zal dan herkenbaar zijn aan een rode roos in mijn knoopsgat en ouders van nu onder mijn arm. Ja. Ja. En je schreef dat je allerlei leuke plannetjes had bedacht die wij samen zouden kunnen doen? Ja. Ik dacht dat jij zo'n partybeest was. Doe mij maar een whisky. Een dubbele. 42. Actie! Wat zijn het voor manieren? Papa is boos. Ach, hey schat, wat wil je drinken? Ik wil gewoon niet hebben dat je me thuis lastig valt, hè? Daar hebben we toch een afspraak over gemaakt? Tuurlijk. 5000 piek? Een zwijggeld? Is toch niet zo gek? Ze schijnt je in vergelijking met wat een beetje echtscheiding kost tegenwoordig. Jij geeft mij morgen 5000 gulden en dan geef ik jou die brief die je mij gestuurd hebt. Kijk, jij hebt jouw plezier gehad en nu wil ik het mijne. Of dacht je nou heus dat ik het leuk vond om met zo'n oude zak uit te gaan? Geld, vader. Morgenmiddag om 5 uur hier, cash. Oké?
Takkenwijf. Takkenwijf. Ja hoor, u opent dat. Domme. Oh, sorry, ik dacht dat het belangrijk was. Takkenwijf. Heb jij gisteren iemand mijn privénummer gegeven? Takkenwijf. Ja. Jammer genoeg wel. Takkenwijf. Ja. Domme. Zo, dank jij weer. Zo, pa. Heb je mijn zakgeld bij je? Nee. Wat nee? Doe mij maar een whisky. Een dubbele. Alweer? Ja. Hebben we dus liever dat moeder de vrouw erachter komt? 5000 piek. Domme. Takkenwijf. Ja. Ja, geef mij maar een whisky. Een dubbele. Alweer? Ja, jammer hè. En als ik jou nog één keer in de buurt van mijn man zie, dan trek ik al die mooie blonde haren uit je kop. En zit jij niet zo stom te lachen, ja? Het interesseert me geen moer of iedereen hier hoort wat voor hufter jij bent. Ober? Mevrouw. Ober? Mevrouw. Mijn man hier wil graag alles afrekenen. 5000 piek.